Van harte welkom. Ja, het grappige is dat Richard en ik met elkaar kunnen communiceren, maar dat wij geen idee hebben of er überhaupt mensen naar ons kijken en hoeveel mensen dat er zijn. Maar een van de deelnemers geeft aan dat wij in beeld zijn, dus wij gaan nu beginnen met deze hele korte deelsessie. En wij zouden jullie heel graag willen meenemen in de ontwikkelingen rondom de innovatie en opschaling in de ontwerp, bouw en technieksector. Een hele mond vol. Jullie kennen allemaal het BTIC. Het BTIC is voortgevloeid als een samenwerkingsverband geïnitieerd vanuit de bouwagenda. Loopt heel erg goed. En tegelijkertijd zijn we daar ook voornemens om daar een verdere opschaling te laten plaatsvinden. En we zouden jullie daar heel graag in het komende kwartier wat nader over willen informeren. Voordat we dat gaan doen, starten we met een filmpje. En dat filmpje gaat over wat het BTIC is en hoe het zich ontwikkeld heeft in de achterliggende periode. En ik zou de regisseur willen vragen, Richard, of hij het filmpje wil gaan starten. Ik ga mijn best doen, Doekle. Kijken hoe innovatief wij hierin kunnen zijn. Oh, nee, sorry. Excuses. Dit moeten we even anders doen. Zo. Ja, nu gaat het goed komen. Zijn in beeld, Doekle? Ja. Lekker. De ontwerp- en technieksector staat voor echt een enorme maatschappelijke opgave. Daar staan we samen voor. Dat is de nieuwbouwopgave, de verduurzaming van de gebouwomgeving, enorme infrastructuuropgave. En ondertussen moet het circulair, emissievrij. Ja, en om die doelen te bereiken, moeten we radicaal anders gaan bouwen. Industrialisatie, robotisering, digitalisering. En daarvoor is innovatie essentieel. Ja, ik vind dat het huidige innovatielandschap in de gebouwde omgeving vind ik deels versnipperd. Hè. Dus je ziet dat er wel innovaties plaatsvinden, dat het ook over de hele innovatieketen heen gaat. Hè, vanuit lage naar hoge TRL's. Hè, dus de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden. Het wordt nog niet breed uitgeoefend in het hele landschap. Dus het gebeurt op sommige delen gaat het wel goed. Maar op heel veel aspecten nog niet. En ik denk dat daar aan gewerkt moet worden. Ik denk dat er gewoon heel veel kansen liggen om dat te verbeteren. Ja, we hebben natuurlijk een doelstelling op het gebied van klimaat en ook van circulariteit. Die zijn al op zichzelf al uitdagend genoeg. Dat we in de bouw echt nog wat meer ons best moeten doen om ook echt hele nieuwe manieren van bouwen naar de voorgrond te brengen. Om dus wat los te laten dat we wat we nu doen slimmer en sneller doen. Maar dat we ook echt kijken naar hele nieuwe methoden. En ik denk dat een echt uitdagende doelstelling die bijna onmogelijk lijkt, juist de slimme koppen in onze sector wakker maakt om met de goede ideeën te komen die we dan ook kunnen oppakken als Als je bekijkt naar de opgaves die we te doen hebben de komende jaren, ja, dan moeten we ook anders gaan werken. Dan kunnen we het ons niet veroorloven om dat potentieel wat toch in die sector zit, al die kennis, maar te versnipperd, dat kunnen we niet laten liggen. Dat moet je gaan organiseren en regisseren. Ik denk dat het belangrijk is dat we zo meteen over die verschillende opgaven heen programmatisch doen. Dat we langjarige financieringsstromen hebben waar we ons met elkaar kunnen richten. Die innovaties is één. Dus dat met elkaar die partijen zo meteen weten wat ze moeten doen en stappen inzetten, dat is belangrijk. Maar die partijen gaan alleen investeren, gaan innovaties alleen maar doen als er ook zekerheid is over de vraag en over dat ze daar ook invulling aan kunnen geven. Dus die vraagbundeling, de continuering van die vraag, dat is essentieel voor die transitie. Als die overheid stimuleert dat vraag bij elkaar komt, gebundeld wordt, dan ontstaat er een soort schaal. En die schaal zorgt ervoor dat die markt denkt, hé, dan ga ik mijn aanbod bundelen. Dan ga ik niet op één onderdeel heel groot worden, maar ik ga juist verschillende disciplines bij elkaar zoeken, zodat ik een goed aanbod kan doen.
dan loont dat om die partijen bij elkaar te zetten en te gaan investeren. Het vergt ook wel lef en doorzettingsvermogen en leiderschap van de marktzijde. Ik denk dat alle partijen in de triple helix een stapje bij moeten zetten. Voor de overheid zit het volgens mij in, nou, die vraagbedeling die ik net zei. Ik denk ook heel dat het belangrijk is dat we zometeen onze opdrachtgevende kant beter vormgeven. Dus dat we als opdrachtgevers heldere uitvragen, verduurzaming stimuleren en dat daardoor ook innovatie toegepast kan worden. Ik denk dat innovaties in de gebouwde omgeving het beste tot stand komen als er financiering is voor een langjarige programmatische aanpak. Waarbij er voornamelijk ook aandacht is, blijvende aandacht is, voor de aansluiting, of legging, hoe je dat wil noemen, van projecten op verschillende TRL-niveaus, hè, dus vanuit de kennisinstellingen naar de industrie en de overheden. En dat er ook vooral aansluiting is als het gaat om verschillende looptijden van deelprojecten. Nou ja, om die bundeling tot stand te krijgen heb je natuurlijk wel overzicht en regie nodig. En dus ook aandacht en focus. Dus ik denk dat het een goede zaak is dat deze sector ook een soort topsectorachtige aanpak krijgt. En ik hoop dat er een komt in een departement. En niet alleen maar om beleid te maken en dat het beleid blijft. Nee, dat er uitvoerbaar beleid komt. De manier waarop we met elkaar hebben samengewerkt in de BBIC, maar ook in de bouwagenda zelf. Nou, dat is essentieel geweest om die stappen die we tot nu toe hebben gemaakt gezet te hebben. De samenwerking in de Gouden Driehoek is voor innovatie en zeker in de bouw verschrikkelijk belangrijk. En wat ik wel eens denk is, volgens mij mogen we nog beter ons best doen om te laten zien hoe leuk het is om in die driehoek samen te werken. Dus maak het ook leuk met elkaar en straal die lol ook uit. Het is gewoon ontzettend leuk om dit soort onderzoek te doen en allerlei nieuwe ideeën toe te passen in de praktijk voor alle partijen in de driehoek. En dat mogen we nog best iets meer uitstralen dan wat we nu doen. Niemand kan het alleen in deze sector en naar de toekomst toe, maar samen des te meer. Dus dat beeld van tegen elkaar moet ingewisseld worden van, hé, we zijn juist sterker en mijn eigen belang wordt beter gehonoreerd met elkaar. Zorgen dat het nou daadwerkelijk gebeurt. Als je het in drie woorden zou samenvatten, zou ik denken, samenwerken, lef en vertrouwen in elkaar. Dit gaat het te doen. Doekelen. Heel erg fijn. Hier wordt er door een aantal personen uitgetekend, niet alleen wat de uitdaging is naar de markt toe, maar er wordt vooral uitgetekend hoe ontzettend belangrijk het is om elkaar te gaan vinden in samenwerking, in de keten georganiseerd. En dat is hetgeen wat onder de noemer van het BTIC plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen, de ontwerp, bouw en technieksector hebben elkaar gevonden in samenwerking op het gebied van innovatie. En alleen al het denken in termen van ontwerp, bouw en techniek is al een innovatie in zichzelf. Overigens, mijn naam is Doekle Terpstra. Ik ben voorzitter van Techniek Nederland. En daarnaast ben ik in roulatie met Maxime Verhagen ook voorzitter van het BTIC. En vanuit die hoedanigheid probeer ik jullie kort mee te nemen in datgene wat wij op dit moment aan het doen zijn. Op verzoek onder andere van de BTIC-raad en het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar Jan van Beuningen, die in het filmpje ook al een en ander maal sprak, nauw bij betrokken is. Misschien nog heel kort iets over het BTIC. Voortgevloeid uit de activiteiten van de bouwagenda, om vooral na te denken over de vraag van hoe kunnen we innoveren in de keten van activiteiten. In de sector op basis van die enorme maatschappelijke uitdaging waar al een en andermaal naar verwezen is. Wie zijn erbij betrokken? Dat zijn de technische universiteiten. Dat is de Vereniging Hogescholen. Dat is Bouwer Nederland. Dat is Techniek Nederland. NL Ingenieurs. En in nauwe samenwerking wordt er gewerkt met TKI Urban Energy. En als ik het goed heb, Richard, heb ik hiermee alle partijen geduid. Edes, uiteraard nog. Ik hoor jou niet, maar als je nou even knikt, dan ga ik ervan uit dat ik alle partijen heb genoemd. Daarbij hebben we als het ware een uitvoerend bureau van een paar collega's. Onder, ik zou bijna willen zeggen bezielende leiding, maar in ieder geval nauwe betrokkenheid van Richard. Die vooral probeert om partijen in het veld met elkaar te verbinden, consortia te creëren.
partijen in ieder geval te informeren vanuit de vraagkant van wat voor mogelijkheden zijn er om uiteindelijk ook in bijvoorbeeld PPS-constructies te gaan innoveren. Maar de vraag die wij recent hebben gekregen van Binnenlandse Zaken is, als je kijkt naar de enorme opgave die er ligt, zouden wij dan niet naar analogie van het topsectoraanpak, na kunnen denken over de vraag hoe kunnen we die innovatie gekoppeld aan ook een opschalingsagenda dichter bij elkaar brengen? En hoe kunnen we bijvoorbeeld ook de samenwerking tussen de partijen in die ontwerp, bouw en technieksector ook samen met Urban Energy tot een versterkt geheel kunnen laten komen? Dus niet een kopie van de topsectorenaanpak, maar wel met een schuin oog daarnaar kijken, naar de infrastructuur kijken, naar de organisatiestructuur kijkend. En wij hebben daar in klein comité, dat wil zeggen Teun Bokhoven van Urban Energy, Richard van de zijde van BTEC en ondersteund door Nathalie, een plan voor gemaakt. En we staan op het punt om dat plan op te leveren. En ik zou jullie graag aan de hand van één plaatje willen laten zien hoe wij proberen een concrete uitwerkingsstructuur nu te vinden op basis van de ambities waar we voor staan. En die ambities wil ik graag even inzichtelijk maken. En Richard die laat dat zien. Wij hebben gezegd, wat zijn de grote maatschappelijke uitdagingen in de gebouwde omgeving? En dat hebben we geduid in een zestal thema's. En die zes thema's die treffen jullie aan in de groene blokken. Wij hebben gezegd, die groene blokken, dat zijn eigenlijk de grote uitdagingen waar we vanuit de gebouwde omgeving mee te maken hebben. En die moeten geborgd worden in het missiegedreven topsectorenbeleid. Overigens is het interessant dat de OECD inmiddels een heel positief oordeel heeft uitgesproken over die aanpak in Nederland, die missiegedrevenheid. En het ontbreekt in de ontwerp, bouw en technieksector aan die missiegedreven aanpak. En wij denken door deze thema's te identificeren dat het mogelijk moet zijn om dit uiteindelijk onder de noemer van een innovatie, een geclusterde innovatieaanpak te gaan organiseren. Daarnaast hebben we gezegd, die thema's, die maatschappelijke uitdagingen, hebben ook als het ware een soort crossover over alle thema's heen. En dat zijn de vier thema's, de vier duidingen die jullie zien onder de noemer digitalisering, vraagbundeling, industrialisatie, human capital, die als het ware dwars doorsnijdend door die maatschappelijke uitdagingen heen gaan. Wat we nu hebben gedaan is dat we als het ware ook al een soort organisatieplaatje hebben gemaakt voor hoe dat dan ingericht zou kunnen worden. Het voert nu te ver om jullie mee te nemen in dat organisatieplaatje. Maar dit plaatje wat jullie zagen is als het ware de thematische duiding van hoe we het zouden willen inrichten. Voor wat betreft het organisatieplaatje hebben we met een schuinoog gekeken naar met name de topsectorenaanpak. En we hebben geprobeerd om daar zo dicht mogelijk bij aan te sluiten. Dat plaatje wat er nu ligt, dat gaan wij in de komende week opleveren in de richting van de respectievelijke departementen die erbij betrokken zijn. Primair is dat BZK, omdat BZK de opdrachtgever is geweest om dit voorstel tot stand te laten komen. Maar we zijn inmiddels ook nauw in gesprek met het ministerie van Economische Zaken, met INW, maar ook met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, om te kijken of we draagvlak kunnen krijgen op deze aanpak, die als het ware de innovatie, maar ook de opschaling in ons cluster van activiteiten, ontwerp, bouw en techniek, op een goede manier kan faciliteren. En we vragen daar natuurlijk een bijdrage van de zijde van partijen vanuit de markt, want het moet stevig en goed aansluiten bij ook de vragen vanuit de markt. Maar tegelijkertijd vragen we ook een interdepartementale aanpak, maar ook met middelen voorzien, zodat wij, zoals gezegd, naar analogie van de topsectoraanpak in ons cluster van activiteiten ook een opgeschaalde innovatieagenda kunnen krijgen. Tegelijkertijd niet alleen innoveren, maar ook
activiteiten veel opgeschaald naar de markt proberen te brengen. Dus twee woorden die als het ware naar elkaar toe moeten bewegen: innovatie en opschaling. Zodat we zo integraal mogelijk uiteindelijk proberen die maatschappelijke doelstellingen zo goed en kwaad, nou niet zo kwaad mogelijk, maar zo goed mogelijk ook te accommoderen. Dat is wat wij als doelstelling hebben staan. En Richard, nu constateer ik dat het alweer 14:15 is en dat we alweer moeten afsluiten om naar de plenaire sessie te gaan. En ik heb geen idee wie er kijkt, maar ik hoop dat degene die kijkt in ieder geval een korte doorkijk heeft gekregen van datgene wat wij in nauwe samenspraak met al die partijen, maar ook met de departementen aan het doen zijn. Oké. Ik ben weet ik ondertussen weer hoorbaar ben, Doekle. Of jij bent hoorbaar. Ik hartstikke goed. Nee, nou ja, volgens mij alles gemeld. En ik denk dat wij uit alle hoeken ook wel zien het belang voor innovatie en opschaling. Dat de instrumenten staan, BTIC staat, Bouwcampus staat, er is een DigiGo, alles zijn, er staat wat ons betreft eigenlijk op groen. En laten we hopen met het plan dat we binnenkort ook kunnen presenteren. Ja, het is eigenlijk niet eens een plan, het is eigenlijk meer een bevestiging van hoe we willen samenwerken. Ook op de formatietafel zijn plek zal vinden. En dat we daarmee echt een boost kunnen gaan geven aan die grote maatschappelijke opgaven. Door middel van ook innovatie en opschaling in de bouwsector. Ontwerp, bouw en techniek sector, sorry. Dat is het nieuwe mantra wat we met elkaar goed in ogen moeten houden. Als we bouwsector bedoelen, hebben we over de ontwerp, bouw en techniek sector. Ja, dank. Er was eigenlijk nog gelegenheid tot stellen van vragen. Maar gezien de tijd, als er vragen zijn, stel die gerust via het BTIC en dan komt het helemaal op zijn plek terecht. En moeten we nu denk ik terug naar de lancering van de doorstartnotitie. En eigenlijk het afscheid van de bouwagenda. Wij gaan in ieder geval keihard verder. Dat is in ieder geval het belangrijkste. Dank.